Buurtling TV is vandaag in Den Haag. We zijn op bezoek bij Hersel van der Pad. Hij is initiatiefnemer van de Stichting Solidair. Een particulier initiatief dat zorg draagt voor de minder bedeelden in Den Haag. Hersel, kun je ons vertellen wat jullie zoal doen? Wat we doen dus is mensen één keer in de week een voedselpakketje geven. Dat doen we allemaal op eigen initiatief. Met vrijwilligers, stagiaires en studenten. Wat we doen is kleding gratis uitdelen. We vangen dak- en thuislozen op. Maar vooral s'avonds ook dus de jeugdige zwerfjongeren. Die hier lekker een bordje komen eten, een bordje warm komen eten. En daarna 10 uur moet ik ze de straat opzetten s'avonds. Okay. Dus we zijn hier hard bezig met de armoede bij de bron te bestrijden. Een mooie jas voor die meneer. Lekkere dikke jas. Ja. Met wat extra dingetjes. Dus als die man dadelijk thuis is, een minuutje of 3, dan geven we dat even af. Hoe ben je op dit idee gekomen? Ik ben op dit idee gekomen omdat ik woon hier zelf in de wijk. Dat er kinderen naar me toe kwamen van: meneer, heb je een boterham voor mij? Ik denk, hoe kan dat nou in Nederland, een boterham voor mij? Er is toch een bijstandswet? Toen ben ik daar in de buurt gaan rondrijden met de fiets. En inderdaad, mensen gesproken, buurtgenoten. En wat bleek, dat er een heleboel kindertjes hier in deze wijk, en dat is helaas nog steeds zo, dus zonder boterhammetjes middags thuiskomen en die ook zonder boterhammetje de deur uitgaan. En toen heb ik gezegd van nee, dat kan niet, ik ga wat doen. En zo heb ik dus in het begin contact gehad met de voedselbank. En nu doen we alles zelfstandig. Dus de acquisitie, ik noem het maar bedelen op z'n Hollandse zeg, overal. Voor een komkommetje, voor een stukje brood. Om dat bij elkaar te schapen en dan in één keer in de week dat uit te delen aan een heleboel gezinnen. Okay. Welke mensen komen in aanmerking voor jullie hulp? Nou, dat is namelijk zo. Je gaat kijken wat de inkomens zijn en je gaat kijken wat de uitgaven zijn. Nou, dat weeg je tegen elkaar af. En dan hebben wij dus criteria. Als ze dus onder of op het bestaansminimum zitten en ze zitten in de schuldsanering, want dat is vaak het geval, dan komen ze in principe in aanmerking voor een voedselpakketje. Ik zeg altijd, ze komen daarvoor in aanmerking. Maar het is geen wet, het is geen plicht. Het is een goedheid van Stichting Solidair om die mensen een pakketje te geven. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de voedselbank. Net gehaald, hebben we bakker Tim op de lijn. Toppie, lekker. Tot ziens, de groeten aan de kinderen. Ja, zo bedankt. Hoi, hoi. Graag gedaan, hoi hoi. Vergeet je mijn kratje niet? Nee. Is er veel schaamte bij de mensen? Ja, heel veel. Vooral onder de oudere generatie. Ja, die jongeren die zijn wat opener. Maar ik noem het maar de 50-plussers. Ja, dat is niet... Die schamen zich dood. Ik laat de motor even draaien. Ik ga eerst even bellen. Ja? Wordt er ook aan de kinderen gedacht? Nou, met Sinterklaas hebben we wat leuke dingetjes voor de kinderen ontvangen. En die delen we dan ook uit. Of bij de voedselpakket, of we gaan het bij de kinderen thuis zelf brengen. Dat hebben we dus dit jaar ook gedaan. Wel een heleboel kindertjes hebben we bezocht. Vooral ook in de avonduren. En dan neem ik ook de andere groep van zwervers en jeugdige zwerfjongeren mee. Mm-hmm. Om te helpen. Want ze hebben vaak dus niets te doen. Dus als een stukje, ja, ik noem het maar een beetje, laat ze wat doen. En ook zien wat er te koop is in deze wijk. Zo vang je 2 vliegen in 1 klap. Hoe ben je op Buurtling terechtgekomen? Wij zijn op Buurtling terechtgekomen. Punt 1, dat we het een hele leuke en vooral een informatieve website vinden. Via Buurtling weet je dus ook wat er in je buurt gebeurt. En dat vind ik heel belangrijk. En ook mensen die weten niet eens wie er naast woont. Of je leest in de krant, legt er eentje op dood. En dat blijkt al 6 weken zo te zijn. Dus ik bedoel, heel belangrijk dat je buurtcontacten maakt en hebt. Kunnen jullie nog spullen gebruiken? Nou, ik wil een oproep plaatsen aan alle mensen die dit zien. Van laten we dus de mensen die dus voor kerst en tijdens de kerst een voedselpakketje krijgen van ons, dat we die wat extra's kunnen bieden. Dus ik roep alle mensen op, hebben jullie nog conserven thuis die houdbaar zijn? Breng ze hier, desnoods komen wij ze halen. Het maakt niet uit, waar in Den Haag, mag zelfs in de randgemeente zijn. Als het maar dus voor die mensen bruikbaar is, eetbaar is. Daar gaat het bij ons om. En eventueel als het mogelijk is, het zou prettig zijn, om we worden niet ondersteund door gemeente, rijk of politiek. Dan zou een donatie ook van harte welkom zijn. Dan kunnen we dus desnoods spullen aankopen.